Ik ben Jan-Berend Stuut en ik werk als onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek, het NIOS, op Texel. Ja, je zult je wel afvragen wat ik hier aan het doen ben. Nou, dit is ongeveer zoals Darwin zijn stof verzamelde van de Beagle destijds. Wat je hier ziet is een tekening van de Beagle. Destijds in 1846, toen Darwin daarmee zijn wereldreis maakte. En ze zijn hier bij de Kaap Verde. En ze voeren daardoor een soort oranje nevel, een soort mist. En Darwin was de eerste die herkende dat het daarbij ging om stof uit Sahara. Hij verzamelde dat materiaal van zijn dek en van de zeilen van het schip, stopte het in een buisje en stuurde dat naar Duitsland, naar zijn vriend Ehrenberg, die naar dat stof keek en de mineralogie en naar met de microscoop ernaar keek, de korrelgrootte en zo bepaalde. En onlangs is dat monster opnieuw onderzocht en vergeleken met andere metingen die we nu tegenwoordig voor de kust van de Sahara doen. Nou, tegenwoordig doen we dat een beetje anders, dat stof verzamelen, namelijk met deze stofvanger hier. Nou, ik ga hem eerst even uitzetten, kunnen we makkelijker praten. Wat je hoort is een stofzuigermotor die letterlijk lucht aanzuigt van vier verschillende kanten onder het deksel door. Het deksel is ervoor dat er geen regen direct op het filter valt. Als ik nou het deksel openklap, dan zie je hieronder het filter. Ingeklemd in het frame. Je ziet hier, het filter is nog vrij wit, hij zit er nog maar net op. Maar hierop verzamelt zich het stof. En dat stof, dat filter nemen we mee naar huis, naar het lab. Daar doen we de korrelgrootte, de mineralogie, de chemie van het materiaal. En de chemie is vooral belangrijk voor als het materiaal in zee wordt afgezet. Dan heeft het een effect op het leven in de oceaan. Het werkt als kunstmest voor de oceaan. En anderzijds gebruiken we het materiaal om te kijken in de sedimentarchieven en in de klimaatarchieven in het ijs. Om te kijken hoe stoffig was het in het verleden in de bron van het materiaal. En dat geeft ons een indicatie over hoe droog het was, hoe de circulatiepatronen waren. Zo kunnen we het klimaat reconstrueren. We hebben nu tegenwoordig ook de ondersteuning van satellietbeelden, waarop we kunnen zien waar komt het stof vandaan en waar gaat het naartoe. We kunnen met meteorologische modellen kunnen we iets zeggen over de windrichting, de windsnelheid. Dat we terugkoppelen aan de korrelgrootte van het materiaal. Je kunt zelf wel bedenken hoe harder de wind, hoe groter de korrels vervoerd kunnen worden door de lucht. En ja, dat is mijn dagelijkse bezigheid, zeg maar.